Hallo kijkers, door te kijken naar deze gloednieuwe video. Zoals je ziet moeten we spelen tegen Club Brugge. Ja, ik ga deze wedstrijd toch spelen in plaats van simuleren. Hans van Aken, oh ja, dat is van onze spelers natuurlijk, waar ook. Was ik al vergeten dat we Hans van Aken hadden gekocht. Nu gaat Hans van Aken zelfs tegen zijn oude team spelen, Club Brugge. No way. Oh, 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 jammer. Dit is, komt niet goed. Voel ik nu al. Ja, we staan achter. Oh nee, wat? Ja, dit is niet goed. We gaan maar snel verder. Ito misschien, dat hij toch voor de ene redder gaat zorgen. Die krijgen een vrije trap. Maar meestal scoor ik toch niet uit een vrije trap. Wat? Ik heb al iets gedaan. Oh ja, dat is, deze wedstrijd gaan we gewoon snel vergeten. Het is al 0-3 voor Club Brugge. Club Brugge springt nu ook daardoor boven ons. En wij gaan naar de derde plek. Snel simuleren. Alderweireld krijgt wel een rode kaart. Dit is volgens mij de eerste wedstrijd die ik doe met België. Tegen Tsjechië ook maar simuleren. En we verliezen, maar maakt niet uit. Blijkbaar had ik tegen de Brugge met mijn B-elftal gespeeld. Misschien ja, als ik met mijn A-elftal had gespeeld, had ik waarschijnlijk nog verloren. Maar ja, nu ga ik weer mijn A-elftal spelen, of ja, simuleren. Maar ik ga mijn elftal opstellen en we verliezen dit ook zelfs. Wedstrijd in de Champions League komt eraan. Speel ook nog eens thuis. De Bruyne gaat ook spelen tegen een van zijn oude clubs. Hij heeft hier gespeeld in een ver verleden. Het zou wel leuk zijn als hij weer eens voor Genk gaat spelen. En ik ga misschien nog zorgen in deze carrière mode. Als ik een heel wat seizoen ver heb, dus ben. En de Bruyne speelt nog steeds voetbal. Kan ik hem misschien nog halen? Dan kan hij hier bij Genk zijn carrière moeten afsluiten. Dan begon hij zijn carrière bij Genk. En eindigt het bij Genk. Bongonda is snel. Maar City is ook snel. Oké, nu dan misschien. Ito. Ito met de kans. En de goal. We staan op voorsprong. Nadat we verloren hebben tegen Club Brugge. En ook nog eens tegen Eupen. Staan we nu dan wel weer op voorsprong. Tegen het grote Manchester City. Oh, hier kregen we misschien nog een kans. Ito weer. Maar ja, nu ga je waarschijnlijk niet meer kunnen scoren, dus moet passen. En was het nou een speler die niet vrij stond, dat was niet goed. En Aguero. Ja, Aguero gaat waarschijnlijk scoren, sowieso. Oh nee, dat doet hij niet. Van Aken, Van Aken. Oh ja, dit kan eens goed aflopen. Als nu nog afwerken. En ja, gewoon dat de keeper schiet is niet handig. Dessers, oh, mooi gedaan. Schieten. Oh, oh. Hier dan strafschop. Ik wil hem van mij van Aken nemen. Hij is toch een strafschoppen-specialist. Ja, dat is goed. Doet hij goed.
2-0 tegen Manchester City. Oeh, dat is niet slecht voor een team uit België. Hoezo kunnen we met 0-3 verliezen met, tegen Club Brugge en dan nu 2-0 voorstaan tegen Manchester City, terwijl we op dezelfde moeilijkheidsgraad spelen als de wedstrijd tegen Club Brugge? Ah, misschien komt het omdat we nu toch met een A-elftal spelen. En de wedstrijd tegen Club Brugge speelde ik per ongeluk met B-elftal. Kan misschien daardoor zijn. Nu dan misschien. Oh, nog een save van hun. Ah, is ook een fout, zeker. Ja, je krijgt hun waarschijnlijk een strafschop. De Bruyne gaat hem nemen tegen zijn oude team. En hij scoort nog. Hij juicht zelfs tegen zijn oude team. Ik denk dat hij het echt niet zou juichen tegen Genk. Dessers. Oké, als we nu scoren is dat goed voor de wedstrijd. En dat doen we ook. 3-1. Ja, geeft toch wel meer zekerheid. Even een wissel random doen. Zijn tweede al in de Champions League. Oh, no, no. Wegbal, wegbal. Ik denk dat ik hem moet passen in plaats van zelf scoren. Nu dan. Ah, jammer. Desers nu dan misschien. Gewoon een laatste hoekschop en dan gaat de wedstrijd gedaan zijn, zeker. Dit was het dan. 3-1 overwinning. Hier ben ik heel erg blij mee. Guardiola zal waarschijnlijk niet blij zijn. Tegen standaard Luik. Of standaard Liège. 4-0. Oké, had ik niet verwacht. Ja, tegen Zottewaardigem verwacht ik ook geen problemen. Wedstrijd snel simuleren. Ja, we winnen met 0-1. Oké, volgende wedstrijd is tegen Anderlecht, maar dat is voor de volgende video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze goed nieuwe video. Laat even weten in de reacties als je nog spelers suggesties hebt. En ja, dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei doei!